Bedrijven vrezen voor problemen met elektriciteitsaansluiting. We hebben nu 6 laadpalen, 6 laadpunten. En daar is gewoon niet genoeg stroom voor om die auto's te laden. En verder in het nieuws vandaag, DAR zet positieve trend van vorige vierdaagse feesten voort. En Neverone verkoopt afscheidsconcert in 5 minuten uit. Het is een groot probleem. Hoe zorgen we ervoor dat er in de toekomst met een overvol energienetwerk voldoende stroom beschikbaar is? Meerdere bedrijventerreinen in Gelderland zijn ermee bezig. En Els is de komst van een soort grote batterij, ook wel een power hub genoemd, inmiddels heel dichtbij. Nou, dit is het totale plan. De zonnepanelen en de power hub. En de realisatie gaat op korte termijn van start. Want eind dit jaar moet de bouwgrond worden klaargemaakt, zodat er een grote batterij kan worden gecreëerd om stroom aan bedrijven te leveren. En dat is nodig. We hebben nu 6 laadpalen, 6 laadpunten. En daar is gewoon niet genoeg stroom voor om die auto's te laden. Ik krijg niet meer vermogen dan dat ik nu heb, omdat Liander een probleem heeft op dit industrieterrein. Liander heeft aangekondigd samen met Tennet dat het stroomnet in Gelderland vol zit tot 2029. En dat betekent dat je als bedrijf, als je wil uitbreiden of wil verduurzamen, wat we allemaal willen, dat dat gewoon dadelijk niet meer kan. En dus verenigen de ondernemers zich om zelf energie op te slaan. We hebben nu de eerste fase van het project met 150 ondernemers die of gaan terugleveren aan de batterij met hun zonnepanelen of gebruik gaan maken van de energie van de batterij. De Power Hub in totaal kost 3,6 miljoen. Waarvan de helft gesubsidieerd wordt en de helft opgebracht wordt door de ondernemers en het collectief hier ter plaatse. Wij verwachten dat de terugverdientijd 10 jaar is. Maar bij opschaling gaat die terugverdientijd veel sneller lopen. Dus we proberen daarna ook echt die batterij verder op te schalen. De Power Hub is er waarschijnlijk in 2025. Tot die tijd moeten ondernemers creatief zijn. Ikzelf ben nu ook bezig om een eigen centraletje op het dak te doen met onze zonnepanelen die we hopelijk nog binnenkort geleverd krijgen. Om toch maar de huurder van dit pand tevreden te houden en zijn auto's kan laden. Ook dit jaar wilde DAR weer voor een frisse en duurzame vierdaagse gaan. Vorig jaar werd voor het eerst de circulaire beker ingezet. Dat betekent dat lege bekers niet op straat belanden, maar je het weer netjes inlevert bij de bar. Vorig jaar is door dit systeem bijna 60% van de bekers gerecycled. Daar was de DAR aardig van onder de indruk. Werken aan minder plastic verspilling zal ook dit jaar weer de volledige focus hebben van de DAR. Op feesten en festivals kom je het steeds vaker tegen. Wissel je je lege beker in voor een volgend drankje, dan betaal je alleen voor je drankje en niet die extra 50 cent voor je beker. En dat geldt ook bij de vierdaagse feesten. Ja, de vierdaagse feesten zijn inderdaad gestart met de circulaire beker. Wij zamelen die in. Waar dat toe geleid heeft, is een aanzienlijke schonere binnenstad. Dit duurzaam bekersysteem heeft de DAR vorig jaar meer dan 20.000 kilo plastic opgeleverd. En daar kunnen bijna 2,5 miljoen nieuwe bekers van worden gemaakt. We zijn natuurlijk elke dag 's morgens vroeg al paraat in de binnenstad, overal waar de feesten plaatsvinden. Ze worden uiteraard zoveel mogelijk ook al geselecteerd verzameld door ons. Naar het depot gebracht en nog eens een keer getoetst op kwaliteit. Dat is wat we nu doen en dat leidt dus tot dit soort aantallen. We hebben eigenlijk op elke hoek van de straat binnen handbereik wel een afvalbak of een knapzak, zoals wij die noemen, voor waar ze het afval of de plastic beker in kwijt kunnen. Zodat wij dat natuurlijk ook snel en adequaat kunnen afvoeren en weer zorgen dat het weer of tot nieuwe bekers verwerkt kan worden of andere grondstoffen. De lege bekers zijn dus niet alleen welkom bij de bar, maar ook in de vuilniszakken. Toch belandt niet elke beker in de zak. We merken wel dat bijvoorbeeld de laatste beker, dat is ook echt een gewenning van alle bezoekers. De laatste beker is men geneigd om die toch nog van zich af te gooien en vervolgens niet in te leveren. Dus ja, dat zou nog wel wat beter kunnen. Dus dat is wel een stuk aandacht voor dit jaar. Ja, het is natuurlijk, we waren inderdaad ook onder de indruk van de resultaten van afgelopen jaar. Dat was natuurlijk voor het eerst. Wij proberen zeker om in samenwerking met de vierdaagse feesten om dat aantal naar boven te krijgen. We weten natuurlijk dat de doelstelling voor 2024 al een stuk hoger ligt. Dat we minimaal 75% moeten gaan inzamelen, respectievelijk recyclen. Het zou natuurlijk fantastisch zijn dat we daar al een serieuze stap in kunnen gaan maken. En voor die serieuze stap is ook de hulp van de feestvierders, net als vorig jaar, weer hard nodig.
En de doelstelling is uiteindelijk dat we Nijmegen weer echt weer helemaal strak, fris en duurzaam erbij hebben liggen. Dat is ook. Rob Jetten wil Sigrid Kaag opvolgen als lijsttrekker van D66. Dat zegt hij in een interview met het AD. Het is volgens hem tijd voor een nieuwe generatie. En Jetten zegt de jeugdigheid, de ervaring en de bereidheid om samen dingen op te lossen te brengen. Het is nodig dat er een nieuwe politieke generatie aan het roer komt, die wat minder dat verleden met zich meesleept en open en onbevangen probeert de zaken op te lossen. Dat zegt de inwoner van Bergendal. De volledige line-up voor het Foute Oktoberfest is bekend. Op zaterdag 7 oktober zijn in het Goffelpark in Nijmegen onder meer optredens van Mart Hoogkamer, Marco Schuitmaker, die van de Engelbewaarder, Gebroeders Co en Vieze Jack. Tickets zijn tijdelijk nog te verkrijgen voor €10. De Nijmeegse band Neverone heeft vrijdag een tweede afscheidsshow aangekondigd nadat de tickets voor de eerste show binnen 5 minuten waren uitverkocht. Eerder deze week kondigde de band aan ermee te stoppen nadat ze 15 jaar samen muziek hebben gemaakt. De oorspronkelijke afscheidsshow staat gepland op 4 januari 2024 in Doornroosje. De nieuwe show zal een dag eerder plaatsvinden op 3 januari. We hebben er weer een heel jaar op moeten wachten, maar deze zaterdag gaan de Vierdaagse feesten dan eindelijk weer van start. De 53ste editie om precies te zijn. En in de binnenstad van Nijmegen werden vrijdag nog even de laatste puntjes op de i gezet. Morgenmiddag 4 uur op 20 plekken tegelijk in de stad. De burgemeester komt op de Grote Markt. Ja, gaan we helemaal los en gaan we een feestje bouwen. En vanaf morgen 4 uur, 7 dagen in de week, helemaal door. En die opening morgen op 20 plekken tegelijkertijd, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, we proberen het eigenlijk nog wel een klein beetje een verrassing te houden. Maar wat we op een ludieke manier en een leuke manier willen doen, is echt het samen met het publiek gaan vieren. Dus op de Grote Markt bijvoorbeeld is de burgemeester, zal een praatje doen. Maar we tellen af om 4 uur en dan hebben we een aantal orkesten bereid gevonden om een mooi nummer te spelen. En dan proosten we met elkaar. Ja, en wat zijn een beetje de highlights dit jaar? Ja, er zijn natuurlijk ontzettend veel plekken in de stad, 46 podia. Er is van alles te doen. Hè. Naast alle muziek is er ook van alles te doen rondom lezingen. We hebben een health en high-tech plein waar je Nijmegen op een andere manier kunt ontdekken. Kinderprogramma, programma in de Stevenskerk. Maar op die 46 podia is er voor ieder wat wils. Als ik dan iemand ben die hier nog nooit is geweest, waar moet ik dan naartoe? Ja, ik kan me bijna niet voorstellen dat er iemand is die hier nog nooit geweest is. Waar moet je naartoe? Ik vond altijd het leukste. Loop overal eens langs. Ga die 46 podia eens langs. Ik weet niet of dat lukt in één avond, dus je moet vooral meerdere avonden komen. Maar het leukste is om je te laten verrassen. Hè? Dus er zijn hele grote locaties, hele grote podia met grote artiesten. Maar er zijn ook zoveel leuke plekjes in de stad waar je gewoon even wat rustiger met vrienden kunt staan, een drankje kunt doen. En lekker kunt bijkletsen. Dus. Wat zijn er bijvoorbeeld dingen bij zo'n grote organisatie waar mensen niet bij nadenken, wat ook moet gebeuren? Nou ja, je kunt je voorstellen dat we natuurlijk een hele stad moeten opbouwen. Dat er allerlei plekken zijn rondom veiligheid, allerlei vraagstukken zijn rondom veiligheid, rondom crowdmanagement, hoe wij dat noemen. Hè. Dus ook bezoekersstromen, managen, kijken waar het te druk is, communiceren over waar het te druk is. Ja, dat zijn allemaal wel dingen die wij doen vanuit onze organisatie. Als ik dan zou mogen vragen, hè, ga je zelf ook nog ergens een biertje doen? Nee, helaas. Ik ben natuurlijk wel 7 dagen in de stad, hè, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Maar ik ben echt aan het werk. En ik loop echt ook wel 's avonds een rondje door de stad en dan proef ik de sfeer. Maar als ik een biertje doe, is het alcoholvrij. Want ik moet mijn hoofdje er wel bij houden, volgens mij. En wat zou je willen zeggen aan mensen die dit jaar naar de Vierdaagse feesten komen? Geniet. Geniet 7 dagen lang. Kom meer dan 1 dag, laat je verrassen en dan heb je een hele mooie week. Het is volgens mij prima weer, hier en daar een buitje, maar prachtig, dorstig weer, dus geniet ervan. Ja, de Vierdaagse staat dus voor de deur, een week die bol staat van tradities, maar ook vooraf zijn er tal van dingen die jaarlijks terugkeren. Zoals het inrichten van kamp Heumersoord in Malden. De plek waar duizenden militaire wandelaars uit binnen- en buitenland tijdens de Vierdaagse verblijven. Heumersoord is bijna klaar, op 1 ding na. De welbekende poort met de honderden kilo zware helm en laarzen. Dat is echt een symbool voor kamp Heumersoord. De militairen lopen onder de helm tussen de laarzen door en komen dan het kamp Heumersoord op. Het kamp is in een aantal maanden opgebouwd. We hebben een goede opbouwfase gehad, niet al te warm weer, geen last van de storm gehad.
En we hebben alles mooi kunnen bouwen zoals wij hadden gedacht. Het is natuurlijk een uniek kamp met 31 nationaliteiten, 6000 wandelaars. En die militaire wandelaars krijgen alle steun. Goede voeding, goede verzorging, dat ze wel de prestatie kunnen doen voor de Vierdaagse. Ja. En de biertent? Ja, die is ook niet heel onbelangrijk. Net zoals de medische faciliteiten. Dus wij doen ook een stukje fysio, maar toch de blaren, dat blijft de hoofdmoot. In de feesttent komen alle militairen aan na 40 kilometer wandelen. Gaan hier hun beloning ophalen, nog niet het kruisje, maar wel het verdiend biertje. En hier in de feesttent staan dan alle collega's te juichen en te klappen voor iedereen die binnenkomt. Ik krijg nou zelfs weer kippenvel. Het is één groot verbroederingsfeest. Hier worden vriendschappen voor het leven gesmeed. Ja, na een redelijk warme dag koelt het vanavond maar nauwelijks af, waardoor we een klamme nacht tegemoet gaan. Het zal in de regio niet verder afkoelen dan een graad of 19. Morgen start de dag nog eerst met zon, maar in de middag komen er dan weer wat buien over de regio trekken. Daar kan ook onweer bij zitten. En ook in de avond is er nog kans op een enkele bui. En morgen wordt het 27 graden. Ja, dan kijken we nog maar eens een keer naar de wandeldagen van aankomende week. De eerste dag belooft de warmste te worden met 25 graden. Ook blijft het dinsdag en woensdag vrijwel droog. De laatste twee dagen levert de temperatuur een paar graden in. En is er ook meer kans op wat neerslag, maar heel veel zal dat ook weer niet zijn. Ja, en tot zover het RN7 Regio Nieuws voor vandaag. Dit was voorlopig ook meteen de laatste reguliere uitzending. Volgende week zijn we dan natuurlijk wel dagelijks met een speciale Vierdaagse editie. Waarin je alle nieuwtjes rondom de 105e Vierdaagse hoort en ziet. Daarna gaan we even met zomervakantie en zijn we vanaf 4 september weer bij je terug. Voor nu een heel fijn weekend en tot maandag.